Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag voor de samenvoeging van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard gestemd. Daarmee staat weinig te fusie tussen Kromstrijen, Strijen, Binnenmaas, Oud-Beierland en Korendijk meer in de weg. De herindeling is omstreden, want 3 van de 5 gemeenten zijn tegen. Het gaat altijd door dus. Hoeveel? 85% hebben er een paar jaar geleden tegen gestemd. Ja. Nou, en ze gaan gewoon verder. Ja. Ja, makkelijk hoor. Als je zin niet krijgt, doe het nog een keer. Ik vind het heel moeilijk. Maar ergens snap ik wel dat het wel natuurlijk wel met elkaar, dat je meer bereikt waarschijnlijk. Maar ja, het eiland verandert. Dat idee hebben wij. Er komt hier niks meer. Er is hier al zo weinig. En dan kan je overal voor, of denken we Oud-Beierland, dat is de grootste gemeente. Vorige week trokken voor- en tegenstanders naar Den Haag om bij het debat de stemming nog één keer te beïnvloeden. Maar ook toen al was duidelijk dat de voorstanders aan het langste eind zouden trekken. Het is goed dat daar aan de onzekerheid, ook voor alle tegenstemmers, eindelijk een eind gekomen is. En het zo erg als mensen denken dat het zal zijn, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Het is een beetje, ja, er moet geen wantrouwen zijn van dorpen onderling. Dat is niet meer van deze tijd. Waarom bent u voor? Ik denk dat het bestuurlijk, er zijn zoveel grote problemen. En ik denk dat er een krachtiger bestuur nodig is. Zodat er dus met Hoeksche Waard gepraat gaat worden. En niet alleen maar over de Hoeksche Waard. Het voorstel voor één grote gemeente Hoeksche Waard moet nog wel door de Eerste Kamer. In november kunnen de inwoners dan naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. De grote gemeente moet per 1 januari een feit zijn. Daar doe je helemaal niks meer aan. Niet meer gaan stemmen, dat is het beste. Dan zoeken ze het maar uit. Misschien nog even een onnodig op te merken, misschien maar dat de Hoeksche Waard een fantastisch eiland is om op te wonen. Ja. En of het nou één gemeente is of niet, dat is van eigenlijk niet van de grootste orde, maar het is gewoon... Dat blijft gewoon zo, hè? Dat blijft gewoon zo. Ja. Oké. Okay. Fijne dag. Okay. Dank je wel.